Pirco Meijners 1-1 uit bij NEC Nijmegen. Een punt nemen jullie mee uit deze wedstrijd. Op zich een mooi resultaat, maar jullie hadden gezien de wedstrijd denk ik ook gehoopt op meer. Ja, natuurlijk uiteindelijk. En helemaal met een rode kaart 10-11 hoop je op meer. En dat, dan weet je dat het erin zit. Nou, ik denk ook juist dat het nog wel die fase was dat we het iets te moeilijk maakten voor onszelf en iets te chaotisch werd. Alleen al met al, ja, uiteindelijk kan je weglopen met meer, dus hoop je dat. Ja, wij hadden een beetje verwacht. Misschien komt NEC bevlogen uit de kleedkamer. Zij spelen thuis, ze willen resultaat halen. Maar het leek wel alsof jullie scherper na de rust begonnen dan voor rust. Had jij dat idee ook? Ja, klopt. Nou, wat je zegt ook, eerste helft was ietsje moeizamer en ietsje meer zoeken vanuit onze kant. En tweede helft, wij begonnen goed. En wat je zegt vanuit hun, ja, dat is aan hun. Maar ik vond het ook wel goed begonnen. Redelijk controle hadden. Dus die goal was ook een beetje was ongelukkig en viel een beetje uit de lucht ook. Dus dat was zonde. En dan, wat ik zeg, de laatste fase 10-11 moeten we zelf beter uitspelen. Jullie speelden vandaag zonder de twee vaste vleugelverdedigers van dit seizoen. Cheryl Floranus, die overigens ook in het centrum heeft gespeeld. En Hamdi Akuyobi. Dat betekent onder andere Jochem Ritmeester van de Kamp op de vleugels. En aan de andere kant Manel Royo, die ook nog niet alle wedstrijden heeft gespeeld. Vereist dat ook van de rest van het team wat aanpassingen en dat je daar rekening mee houdt? Nou, die jongens lopen lang genoeg mee om te weten hoe ze dat in moeten vullen, hoor. Dus dat, natuurlijk is het weer even schakelen en even afspraken maken, weer goed doornemen. Maar natuurlijk mis je Hamdi en Cheryl onwijs, want die, wat je zegt, die draaien een goed seizoen. En nu hebben andere jongens die dat invullen. Volgens mij hebben ze dat heel aardig gedaan vandaag, dus daar maak ik me verder geen zorgen om. Is dat een voordeel dat je spelers in het team hebt die ook echt op meerdere posities kunnen spelen? Ik bedoel, Jochem Ritmeester van de Kamp, vooral middenvelder. Nou, hij vult het volgens mij aardig in. Ja, zeker. Goede wedstrijd gespeeld volgens mij. Natuurlijk is dat altijd de voordeel. Zowel persoonlijk voor jongens als voor het team is het altijd lekker als jongens bepaalde posities in kunnen vullen. En we kunnen ook nog wel eens wisselen van systeem en alles. Dus dat zijn dingen wat voor de tegenstander moeilijk is. En dat is een goed wapen voor ons. Vandaag geen overwinning, wel een punt. En daarmee de derde wedstrijd op rij die niet verloren gaat. 4 van de laatste 5 geldt dat zelfs voor. Al met al zitten jullie volgens mij wel lekker in het seizoen op dit moment. Ja, zeker. Ik denk helemaal als je hem vergelijkt met die eerste paar weken. De intensiteit waarmee we spelen, maar ook wel het gevoel dat er in de groep heerst. En dat zie je ook terug in de uitslagen inderdaad. Dus daar heb je al een puntje. Ja, ik denk dat voorafgaand aan het seizoen werd er van buitenaf niet heel veel verwacht van Almere City. Bij jullie zelfs zal het anders zijn geweest. Maar is het lekker om te laten zien dat jullie gewoon op dit niveau mee kunnen? Nou, wat je zegt, dat was bij ons wel anders, hoor. Dus nee, daar maken we ons niet zo heel druk om. En uiteindelijk natuurlijk hoor je als wat dingen langskomen. Maar wij wisten binnen de ploeg wel dat anders was. En dat je de eerste paar weken misschien wat meer moeite eraan had. En dat is voor mij heel logisch. En als je ziet hoe het nu loopt, dan hoop ik dat die mensen nog een keer aannemen. Ja, komende 3 wedstrijden, Go Ahead Eagles, Sparta en Ajax uit mijn hoofd. Door op dezelfde weg? Lijkt me wel, toch? Ja, wat je zegt, 3 wedstrijden ontslagen nu, 4 van de laatste 5. Dus wat mij betreft gaan we door op dezelfde weg. Maar het begint gewoon weer maandag op dat trainingsveld. En dan gaan we weer hard aan de bak en gaan we weer een plan bedenken en maken. Dus laten we deze vibe vasthouden. Succes, dankjewel.